Wij kiezen vandaag het lekkerste rundvlees van Nederland. Hier zijn slagers die echt al 40 jaar in het vak zitten en zeggen, dit hebben we nog nooit geproefd. Dus het is heel bijzonder om dat naar Zwolle te halen, naar Landstede te halen. De uitdaging vandaag is dat wij het vlees zo perfect mogelijk proberen te bereiden. Dat we daarin veel aandacht geven aan een product. Want vandaag wordt het vlees gekeurd. En wanneer je goed met je vlees omgaat, gaat dat ter kwaliteit van de smaak. Mijn tip voor de mensen thuis is dat het vlees rust nodig heeft na het bereiden. 2-3 minuutjes op een warme plek, dan trekken alle smaken terug in het vlees. Dat maakt uw stukje vlees zoveel lekkerder. Vorige week kregen wij een uitnodiging om dit te organiseren, want met man met de ruimte in de knel. En wij hebben onze leerlingen erop gezet, want mooier kunnen we onderwijs niet maken. Dit was echt de real deal. Zo gaan we om met de realiteit van het leven. Mijn taak is vandaag om het vlees te serveren voor de smaakjury. En dan gaat de smaakjury proeven. Nou, waar je op let als je uitserveert, dat je vriendelijk lacht, dat je altijd beleefd bent naar de mensen toe, zodat je gerespecteerd wordt. Het ziet er heel smakelijk uit, ja, ik hoop dat ik ook mag proeven. Dit zijn krenten in de pap en ja, mooier kunnen we onderwijs niet maken.